Ik ben Jasper van Luik, ik ben 32 en ik ben choreograaf. We zijn nu aan het repeteren voor de voorstelling Some of Us. Dat is een productie in samenwerking met mijn eigen stichting, Stichting Shift en Holland Dance Festival. Het idee achter de voorstelling Some of Us, en ik vroeg me af, als je dus verschillende mensen in een groep hebt, heel extreem getrainde lichamen van dansers, maar ook mensen die minder getraind zijn, wat zijn dan de grenzen binnen die groep? Wat is de fysieke grens van iemand in een rolstoel? Wat zijn ook mentale grenzen in een groep? Waar loop je tegenaan? Kunnen we die grenzen oprekken? En hoe verandert die groep door het individueel en gezamenlijk zoeken naar het rekken van die grenzen? Ik ben Annemieke Mooi. En ik ben een van de dansers van deze productie hier. Ik had dan hier ja tegen gezegd. En meteen al heel open en eerlijk met Jasper in gesprek gegaan en gezegd, oké, ik heb wel een fysieke beperking, maar ik voel me niet zo. Het heeft me nooit belemmerd verder in mijn leven. Dus dat er dan nu opeens een bepaalde nadruk op wordt gelegd door een project waar ik aan meedoe. Dat voelt een beetje tegenstrijdig tegen hoe ik altijd in mijn eigen leven heb gestaan. Hij was heel duidelijk in dat het enige wat hij gewoon wil is gewoon een goede performance neerzetten. Zonder de hele nadruk op dit is degene met een beperking en dit is degene zonder beperking. Oh, en oh wat knap, wat kan. Nee, alles gewoon aan de kant. Hij wil gewoon een goede performance neerzetten. Ik heb wel in mijn achterhoofd gehad van hey, hoe ga ik dat doen? Ook met die rolstoel, zeker op een podium. Maar als zij erin zit, en zeker kunnen we die rolstoel ook als object gebruiken of als stoel? Van wie is die rolstoel? Dus we hebben ook andere scènes met andere dansers in die stoel gemaakt. Gewoon omdat ik dacht, als dat een onderdeel is van de ruimte, is dat ook een onderdeel, is dat ding van ons allemaal. Summerfest is voor mij een bijzondere voorstelling, omdat de aanname die je doet als je een beperking ziet, als je zelf geen beperking hebt, in die hele voorstelling volgens mij compleet wordt weggevaagd. Ik voel dat dit echt een voorstelling gaat zijn waar ik echt trots op kan zijn.